Zondag zakte een deel van de cast van Familie af naar Plopsaland te Pannen, waar ze in de foyer van het Plopsa Theater samen met talloze trouwe familiefans genoten van een overheerlijk 4 uurtje. Deze op de koffie met familie vond plaats ten voordele van Rode Neuzendag, de benefietactie georganiseerd door VTM, Q-Music en Belvius. De acteurs van Familie offerden met plezier hun vrije zondag op voor deze actie. Ah, een fantastisch doel, Rode Neuzendag. Echt, ik ben super blij dat dat eindelijk een keer een project voor is. Omdat er nog altijd 1 op 5 jongeren kampen met psychische problemen of daarmee te maken krijgen. En dat was vorig jaar een geweldig succes en dit jaar terug. Dus we gaan dat blijven doen. Onder andere Braam Verret, Annie Geraerts, Ray Verhagen en Jeff de Smet waren aanwezig op deze toch wel unieke namiddag. En zij genoten van de ontmoeting met de kijkers van Familie. Ik vind het heel fijn dat er zo'n dingen gebeuren, dat we de fans eens mogen ontmoeten, want dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. En zeker als dat voor een goed doel is, vind ik dat heel fijn. Absoluut, absoluut. Vroeger waren er heel veel, waren er meer fandagen. En dat is nu jammer genoeg niet meer, dus ik ben heel blij dat ze dat dan nu nog eens terug organiseren en dan ineens in combinatie voor het goede doel, dat is extra mooi. Hè? Wel, maar ik vind dat fantastisch. Allee, overal worden alle activiteiten afgelast door de storm, door het slechte weer. Allemaal die mensen die hier staan, die trotseren het weer om ons te zien. En dat geeft een fantastisch gevoel. Wel, ik word een beetje overdonderd inderdaad. En ook heel persoonlijke verhalen dat mensen mij aan het vertellen zijn. Dus ik word er wel wat emotioneel van, maar ik bedoel, ze mogen. Ik vind het ook wel heel schoon dat mensen hier zijn. Ik heb verschillende brieven ook al gekregen, dat ga ik vanavond in alle rust lezen. Ik ben er nu al achter dat een VTM of een Q-Music publiek niet een familiepubliek is. Ik vind het zeer emotioneel eraan toegaan. Ik zeg het, ik ben er nog maar net in. Dus voor bepaalde personages is dat echt zo. Mensen zien dat personage, vereenzelvigen zich daarmee en vinden het een heel emotionele dag. Zo, er wordt heel veel geknuffeld en gehuild. Ik had dat niet verwacht. En het moet gezegd, de kijkers van Familie hebben allemaal hun favoriete acteur of actrice. Allee, Veronique is mijn favoriet personage en Familie. Dus ja. En wat trekt jou aan in Veronique? Ik weet niet, ja. Ik heb een beetje hetzelfde karakter. Kurt Rogiers. Omdat een vrouw zot is. En ik ben ook zo'n beetje, ja. Vandaar, ja. Ja. Ik voel dat Lars, het personage dat ik speel, dat is het eerste personage dat het goed doet bij mannen. En dat zal wel met dat womanizerschap te maken hebben, denk ik. Vrouwen kijken zo nu de laatste tijd zo naar mij. Maar mannen vinden dat helemaal de max. Uiteraard werd er tijdens Op de Koffie met Familie druk gespeculeerd over wat er met Cedric gaat gebeuren. Ik vermoed dat Cedric wel vrij gaat komen. En dat hij misschien wel een paar strafregels moet volgen of zo. Maar dat gaat wel goed komen met hem. Dus ja. Dankjewel. Ja. Ik denk dat Cedric niet echt gaat opgesloten worden of zo. Ik denk dat hij echt gewoon thuis gaat blijven, maar dat hij wel een werkstraf of zo krijgt. Dus ik denk dat er zoiets gaat gebeuren. Wij waagden onze kans om bij Jan te informeren wanneer hij in Familie afscheid zal nemen van zijn vrouw Linda. De band is stuk, geloof ik. Ja, er is iets met de micro. Er is iets met de micro. En wat kunnen we besluiten na de eerste editie van Op de Koffie met Familie? Dat er familiefans zijn die ook naar thuis kijken. Maar ook dat er familiefans zijn die hun eigen mening hebben over de kijkers van thuis. Dat klopt. Maar ik kijk naar beide soaps. Dus naar thuis en naar familie. Ja, elke acteur speelt heel goed tegenover thuis. Thuis is echt slecht. Iedereen die naar thuis kijkt is een loser.